het kasteel van Halle, dat tot voor kort ook gemeentehuis van de gemeente Soessel was, heeft ook een lange geschiedenis. Het was, laten we zeggen, de woning van de heer van Halle. En dat is inderdaad in 1600 en een beetje is die heerlijkheid van Halle in handen gekomen van de Cottereau, familie uit het Brusselse. En die hadden daar een woning, als ik een wat ruimere woning, maar toch was dat een beetje alleen maar een soort herenboerderij, meer niet. En dan vlak in de einde 19e, begin 20e eeuw is inderdaad het huidige kasteel gebouwd. Het is ook een beetje gekend geraakt omdat op zeker ogenblik is daar de familie Dudekem-Dacoos, hebben daar door huwelijk, hebben die de helft van de bezittingen van het Halhof, dus van de heren van Halle, kunnen erven. En dat was, had twee grote stukken van dat domein, was als met elkaar 400-500 hectare groot. Het ene stuk was de huidige, waar de verkade de driehoek is, heel dat gebied en rond het kasteel. En het andere gedeelte was wat men nu de Bloemenwijk noemt. En dat kwam toe aan Dudekem-Dacoos. Die Dudekem-Dacoos waren verwanten van prinses Mathilde. Laten we zeggen, niet heel direct verwant, maar wel beide families komen samen ergens in 1820, geloof ik. Die tak die woont vooral in Waals-Brabant, die Dudekem-Dacoos. Ja. En ja, die waren toch in die zin nauw bij Halle betrokken, dat hun familiegraf eigenlijk aan de kerk van Halle gesitueerd was. In de muur van de kerk zie je nog altijd die grafsteen. Het graf lag er normaal voor, tegen de kerk aan, maar inderdaad met het ontruimen van het kerkhof aan de voorkant van de kerk is dat hebben dat moeten opgraven. En is dat overgebracht naar het nieuwe kerkhof op Hallevelde. Daar is nu dat familiegraf van de Dudekem-Dacoos, ik geloof een zevental of achttal graven, is dan daar overgebracht. En die familie komt nog praktisch elk jaar eens met alle reiligen het graf van hun voorvaders bezoeken. Ze hebben inderdaad er een goede zaak mee gedaan met dat huwelijk met die heer van, enfin, van de dochters van de heren van Halle, want inderdaad, ik denk die verkaving van de Bloemenwijk, ja, dat is geen kleine, er zijn 400-500 woningen staan, dus ze hebben daar waarschijnlijk wel een goed kapitaal aan verdiend.